die boot pakken. Dus het is een beetje bootkapen van vrienden, maar wel fucking leuk, ik zeg eerlijk. Arthur, hey Martijn, stap eruit. Waarom? Omdat ik hem gewoon aan kan zetten. Heb jij de sleutel? Ja. Dikke fitty. Hey, Valerio is een beetje boos, hij heeft dikke fitty, want mensen doen een beetje moeilijk ofzo. Mensen doen gewoon een beetje moeilijk over die boten, weet je. Er staan daar geloof ik 2 boten hebben ze nu. En daar doen ze helemaal moeilijk over. En Valerio is helemaal boos, omdat die boot moet komen ofzo. Ik weet het allemaal niet, mensen. Maar wij zitten lekker gewoon chill, weet je wel. Wij zitten even een gereltje te doen, het is goed. Maar... Nou, we zien wel hoe het gaat lopen, jongens. Oké, mensen. Ik ben nu in Hillegersberg bij Gauchos. En we gaan nu zeg maar... Kijk, Bas en Stan die zijn nu longflow aan het halen. Dus wat wij gaan doen, we gaan die boot pakken van Bas. En we gaan gelijk naar het eiland toe. Want die anderen willen ons gewoon niet ophalen. Like, what the fuck? Ja, dan moeten we het anders doen. Mijn broertje, die is met ook kipperen hier zo. En dat die wil ons niet ophalen. Ze hebben geen boot. Ze zitten vast op dat eiland. Ja, dus we moeten wel die boot pakken. Dus het is een beetje bootkapen van vrienden. Maar wel fucking leuk, ik zeg eerlijk. Oké. We gaan die boot op. Hier, trek deze touw hier zo. Ja. Oh, hij heeft ook benzine bij zich. Ja. Voor als het fout Art, gaat. Nee, Art, hou op met trekken. Ah, ja toch. Zal ik plurk erin ofzo? Straks zijn Stan en Valerio. Valerio is daar zo. Maar welke andere boot kunnen we dan nemen? Dit is hun boot. Oké, dus, maar ze hadden nog een boot toch? Nee. Oké. Okay. Probleem. 3, 2, 1. Ah ja toch, ik zit erin. What the fuck? We gaan. Oejo. Is deze wel. Is deze wel stevig genoeg? Ja. We zijn hier maar helemaal. Is het zeker? Hier gevaren. Hé, doe eens normaal. Het kraakt helemaal, man. Wat? Het kraakt helemaal. Nee, man. De motor. Kut. Er moest iets omgeschakeld worden. Kanker. Er moet iets omgeschakeld. Hier, dit. Nee. Oeh. Kut, fuck, sorry. Kut. Bas heeft die sleutel. Hoe moet je een fucking boot? Je moet een dingetje hebben. Wat voor dingetje? Ja, je moet zo'n dingetje hebben. Oké. Hey, nee, hoort je bij nu? Oké, jongens. Ja, we worden nu een soort van geslepen door Stan en Luco. Want het ging helemaal fout. Ging weer helemaal ver. Hey Arthur, Martijn, stap eruit. Waarom? Omdat ik hem gewoon aan kan zetten. Heb jij de sleutel? Ja. Hij heeft de sleutel. Gooi de sleutel erin. Nee. Dan gaan we weg. Weg. We dat gaan doen. Ja, man. Hey. Fucking hell, man. Echt. Het was shit, man. Ja, maar ga er even uit. Stuur naar links. Nee, ze kunnen niet. De motor staat niet aan. Hier, ga eruit, Martijn. Nee, laat maar, blijf maar in. Luco, wacht. Luco. Stop. Luco. What the fuck? Ik zat zo van. Ik ga aan de kant, ik moet hier zitten. Ik kan dat ding trekken, maar ik hoorde al dat hij niet goed wordt. Oh, met hoeveel mensen kunnen we in zo'n boot eigenlijk? Dat clipje moet erop. Nou ja, ik zie jullie zo weer, ja? Als we, laat dat touw los! Als we goed gaan. Ik heb de hier! Ik kan hem gewoon aanzetten, vriend. Oké, jongens, ik ben samen met Luco. Wow, Luco is overbelicht, wacht even. Oké, ik ben weer terug en Luco is hier in de building natuurlijk. En de andere natuurlijk, Valerio is er ook, jongens. Oh, fucking mooi, man. Maar we gaan zeg maar, hij gaat eerst in de boot. Jij gaat eerst, ja, in, de boot, eerst in de boot, hè? Hij gaat eerst in de boot en dan ga ik, zeg maar. Dus ja, dat was lekker, man. Lang gaan wachten alleen, hier, zo, ja. Oh, dat is echt verzuurd. Ze laten me gewoon alleen hier zitten ook. Probleem. Maar ja, nou, we zitten met z'n allen, zitten we eigenlijk daar op dat eiland. Nee, kan je niet zien, maar je ziet het zo wel, jongens. En ja, weet je, wil je nog wat zeggen? Wil je wat melden? Nee, echt. Shout-out naar je moeder of zo? Ja, shout-out naar mijn moeder. Ja, man, we zitten in de boot. Alleen dat geluid is een beetje kut. Oh, Stan gaat even stoppen, jongens. Kijk eens. We zitten in de boot, mensen. Probleem. Ja, man, dit is beter. Hij naait mee, mensen. Wat is dit nou weer? Nou... We moeten naar fucking eiland.
ja, daar gaan we gewoon een beetje chillen, want ja, het is wel leuk over het water en shit, weet je wel. En dan met een boot een beetje gek doen. Ja, het is wel hard, man, het is wel hard. Later. Die mensen, we zijn nu op het eiland. Een topje van jou. Een tapje. Een tapje wil je van mij. Hij wil gewoon even een tapje van mij. Krijgt hij even een tapje, ga ik even zoeken natuurlijk. Ja, het zijn net apen. Kijk maar. Ga jullie af op dat eiland, weet je wel. Op dat eiland fucking hell, man. Nu gaat draaien, dan kan maar, nou. Wij zijn een beetje hier aan het chillen en is gewoon lauw, weet je. Maar ik zit zo te kijken, want van ver af kan je zeg maar, kan je het allemaal, lijkt het net groter, maar dat is het niet, jongens. Boom, ja toch. Later. Dus we zitten in de wijken, in de boom. In de wijk, in de boom. Bij de boom. Bij de boom, ja, zeker weten. Yes. En wat zijn we nu aan het doen? We zijn een beetje in ons koninkrijk, zeg maar. Dit is van ons. Dit is ons koninkrijk. En ja, super mooi natuurlijk. Moet je zien, man, dat uitzicht. Wow, probleem mensen. Nou, we zijn een beetje hier aan het chillen. Ja, het is, dit is zeg maar geheime bos en shit. En niemand kan daar komen, weet je, dus. Alleen met een boot, maar. Jullie gaan met streven. Oh ja, kut, waarom Vaka, Arthur. Vaka, hoe gaat ie? Ja, goed, man. We hebben een nieuwe chillplek, hè? Ik heb iedereen de hele tijd in de Arthur en ik fietsen mee. Ja, leuk. Want die leuk. Geen even mijn bootje. Verleeuw! Verleeuw! Fucking lauw. Kanker, man. Ja, man. Hij is echt een baas, man. We hebben een keer zo'n video gemaakt. Jawel, man. Echt. Je tapje. Ja. Wanneer? Dat was die ene keer van de vraag te stellen. Is je nog? Jawel, je staat ook op YouTube, man. Jawel, ik heb die nog eens gekeken. Fuck? Oh, echt niet? Nee, die echt niet. Ik kon hem niet vinden, Hij heeft gewoon 4000, 6000 of zo. Dat is wel netjes, man. Ja. Wat? Ik heb die ook gezien. Wat? Echt? Video. Hij was echt mooi. Hij was echt mooi. Hé, later, hè. Zeg maar even. Hey, hey, zeg maar even. Hey, moet even de natuur filmen. Oh ja, zit echt in een mooie plek. Ja, mag ik dat doen? Ja, doe maar. Dit gaat echt goed komen. Oh, fuck. Ja, maar hoe kan ik dit? Oh, wacht. Oh! Je moet wel echt zoveel. Ik heb hem. Oké, okay, gaan we. Eerst Basso, arguably, hallo. En dan hier de hele squat. Een hele squat. Mag ik tot. Ja, eerlijk, dat is wel leuk. Holy shit, één kankergrote kel. Thanks, man. Heel leuk. En heb je nog wat te zeggen over dit bos? Ja, ik vind het mooi. Het is geen bos, het is een eilandje. Kijk, we gaan even naar de boot toe. Goedemorgen, jongens! Goedemorgen, ik ga even vloggen. Is vrij. Goedemorgen, jongens. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Nee. Nou, wat doe je allemaal? Ik ben aan het vloggen. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Jij vlogt echt fucking low. Zeg eerlijk. Echt? Ja, ik heb het echt nog nooit gedaan. Nou, we gaan even kijken hoe we met die boot verder gaan. Ja. Want volgens mij gaat het echt niet. Ik vind het schermpje vind ik zo ongelooflijk leuk. Ik ook, dat je het gewoon kan zien zo. Fucking mooi, man. Nou. Hey, maak even een grap. Grapje. Nee. Hoezo niet? Nee, die zijn hier niet voor bestemd. Nee, die zijn hier niet voor bestemd. Mensen moeten lachen. Oh, echt? Ja. Ja, dan gaan we even dit filmen. Hier gaan we om lachen. Hier gaan we gewoon om lachen. Ja, ik weet niet, als mensen zeggen vertel een grap, dan kan ik dat nooit vertellen. Ik weet niet. Dan... Oh, wacht, kut, dat schermpje. Allemaal stoned zonder mij. Nee, normaal niet. Ga weg, man. Helemaal niet stoned, man. Je doet helemaal leuk. Ja. Hè? Bas, hardwerkende man. Bas, je mag niet roken. Bas is de gangster. Bas is de gangster. Hashtag Bas rookt wiet. Hashtag Bas rookt wiet. Hashtag Bas rookt wiet. Zet allemaal in de beschrijving. Of wat is het? De reacties. Hashtag Bas rookt wiet. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ja. Wat hou je mij buiten? Kijk. Een sleutje mij buiten? Ik vind het veel te leuk. Vind je dit leuk? Nee, ik wil het niet. Nee, ik was serieus gewoon te stoppen. Dat mag niet. Maar. Dus eigenlijk doe je een pushje voor de camera. De vlog staat. Hij wees niet roken. Dit gaat ook in de vlog komen. Ja, wel, man. Fucking mooi. Nee. Ik ben gewoon even rustig aan het vloggen. Ik vind het nee, dit moet niet in de vlog. Weg! Juist wel. Dus zeg maar dag. Dit zijn juist hoe we juist zijn. Oké, wie gaat doen? Ik zeg wel dag. Mo. Doei. Gewoon. Doei. Hoe stop ik met filmen? Weet ik niet. Oké. Yo mensen, ik ben wakker en we zijn bijna klaar met de vlog. Maar ik wil nog even wat laten zien. Kijk, ik had zeg maar mijn mobiel, die was zeg maar een soort van gewoon kapot. Ik kon bijna niks meer met die mobiel. Ik dacht echt bij mezelf, shit,
Nee, ik heb geen mobiel meer en het is helemaal kut. Want hij wou niet meer opladen, deze mobiel. Het is een iPhone. En hoe heet dat? Wat dus eigenlijk het dingetje is wat je moet doen, wat ik dus niet wist eerst, is pak een mes of een paperclip of weet ik veel wat je pakt. En stop het hier zeg maar in en er komt er allemaal stof uit. En dan moet je dan een soort van, ja, met je pincet of mes moet je dat zo eruit halen. En dan daarna kan je gewoon weer relaxed gewoon je ding, mobieltje opladen. Ik wil dit even melden omdat misschien andere mensen het ook hebben of zo. En dan heb ik het gezegd en dan misschien doet jouw mobiel het ook weer, weet je. Dus ja, dus nodig zoveel mensen, vrienden uit voor deze vlog. En ja, dan weten ze ook weer dat ze gewoon met een mes en dan niet gelijk een nieuw hoeven te kopen. Ja toch? Ai. Ja, toch. Ik help jullie. Ik help. Oké. Ik help jullie gewoon. Ja. Ja, mensen. Ik zie allemaal buiten. Ik was net aan het roken. En ik zie allemaal mensen buiten werken. Prullen bakken. Schoonmaken en shit. Ik ga die mensen niet filmen. Dat is een beetje raar. Want ja, die mensen moet je ook gewoon respecteren. Maar dan zit ik gewoon met mijn domme kop van, oh, het is 8 uur, 7 uur, ik moet weer opstaan. Ik, snap je? Ik, ja, dan schaam ik me wel een beetje, man. Want dan denk ik zo van, ja, waarom moet ik dan weer zeiken dat ik moet opstaan? Terwijl dat al die mensen allemaal gewoon hun werk doen en gewoon, snap je wat ik bedoel? Dus dat wou ik gewoon even melden, want ik vind dan een beetje raar dat ik dan als je weet wel, als jongen dan helemaal gaat zeiken van ik moet weer opstaan, dit en dat. Maar ja, ik ben opgestaan en ja, ik ben ziek goed opgestaan, zeg maar. Want ik kan echt nog een paar uur kan ik gewoon rustig chillen in huis. Dus dat is ook wel weer chill. En het is super mooi. Ik geloof dat ik een beetje te hard praat, want mijn broer is er aan het slaan. Maar ja, komt goed jongens. Ja, we gaan nog wel wat leuks maken. Komt goed. Ik ga het nog een beetje cooler maken. Gewoon een beetje vloggen op Centraal en zo. Dus komt goed. Ja mensen, ik had beloofd dat ik hier zou filmen. Dus dat ga ik ook doen. Dat is een fucking apparaatje, kijk. Die maakt dan zo de weg schoon, weet je wel. Kijk, gaat hij gewoon een baantje maken of zo. Ik kwam hier aan en ik dacht gelijk van ja man, dat is lauw, dat is fucking hard. Maar dat is gewoon, ja, fucking lauw. Als je dit als werk hebt, hè, als je gewoon als werk dat hebt, dat is toch fucking chill, lijkt me. Gewoon een beetje rijden en alles. Fucking lauw man. Ik zou het ook nog hard vinden ook, ik zweer. Maar ja, ik sta nu bij Centraal, ik moet fucking, weet ik veel wat, hoeveel minuten wachten. Like, what the fuck, ja, wel vervelend man, maar we kunnen er niks aan doen. Maar het is altijd bij die trammen en shit. Ik moet sowieso als ik 21 ben gewoon een auto nemen of zo, want die trammen komen altijd 4 minuten man. 4 minuutjes nog, nou dat valt nog reuze mee man, dus nou, we gaan kijken hoe het loopt jongens, 4 minuutjes. En dan zijn we op stage, ik, ja, komt goed man, later.